Als Tom en Jeroen in het nieuwe huis komen, is Lucia er ook. Ze is niet alleen. Een vriendin van haar helpt. Samen halen ze hem van de muur. De dinsdagen ben ik hier voor een groot deel van de dag aanwezig om een groep te begeleiden. Mensen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn, in verschillende niveaus. Ze mensen moeten inburgeren, die gaan een aantal dagen van de week naar school toe. En dan is dit een soort ondersteuning. Het is niet moeilijk om te doen, maar je moet er wel gevoel voor hebben en je moet het leuk vinden. Want je moet een soort enthousiasme uitstralen dat het leuk is om een taal te leren. Waar ik tegenaan loop, maar tegenaan loop is een groot woord, is dat je wel verschillende niveaus hebt. En je wil niemand tekort doen in een groep. Dus je wil iedereen voldoende aandacht geven en voldoende mogelijkheden geven om zinnen uit te kunnen spreken in hun tempo. Zonder dat andere mensen zich daaraan gaan ergeren, zal ik maar zeggen. Het moet voor iedereen leuk zijn. Maar de grappigste dingen die we meemaken in de groep is toch wel als mensen niet de juiste woorden kunnen vinden en dat met gebaren proberen duidelijk te maken wat ze bedoelen. En iedereen weet dat het niet het juiste is, maar iedereen vindt het wel een clownesk gezicht. Maar zelf maak ik er ook veel theater van, dus ik ga op stoelen staan, op tafel staan, kruip over de grond. Ja, en dat is natuurlijk heel leuk voor de sfeer. Ik krijg er zelf heel veel van terug, dat is namelijk heel veel plezier. Het is heel leuk om mensen wat te leren, je ziet het enthousiasme, je ziet mensen vooruit gaan. En het zijn hele gezellige uren. Wat gaat het goed met jou? Ja, zeker. Gaat echt snel vooruit, hè? Tot aan. Super. Knap hoor. Een paar weken geleden ging het nog niet zo goed. Ik kan jou heel goed verstaan. Hey.